was ongelijkheid. Ik zei het eigenlijk al. Het is niet echt een woord en toch gebruiken we het allemaal. Dat betekent dat er veel van is. Dat het daarmee begint. He, want een woning en een plek hebben om je thuis te kunnen zijn is een voorwaarde om mee te kunnen doen aan de maatschappij. Wij geven heel veel. Onder andere voor dat vertrouwen. Maar ook gewoon omdat we zien dat het nodig is. Je kunt ook gewoon denken, mensen hebben te weinig geld. Als ik net het gemiddeld jaarinkomen in Osdorp hoor, denk ik, ja, volgens mij kun je daar niet meer van rondkomen. En volgens mij weten we dat allemaal. Perspectief hebben is zicht hebben. Mogelijkheden zien. Vrij kunnen denken en dan waarmaken. Er stond een toekomst op de stoep. Er stond een Abdelhamid op de stoep. Hij zei, je kunt rusten, want ik ben jouw adem. Er stond een Marjan op de stoep met een gedicht van Saadi. Alle mensen zijn deel van één lichaam. Met een handleiding voor veerkracht. Met een verhaal dat het verschil maakt. Een wijsvinger in een richting. Een duim omhoog. Een hand in de rug. We houden elkaar vast tot iedereen goed slaapt. Dank u wel. Het raakt me heel erg, omdat ik zelf me besef dat ook ik, dat ook mij zoiets kan overkomen. Het persoonlijke verhaal en ook gewoon de oproep om echt naar de mens als individu te kijken. Ik heb ook een bepaalde achtergrond waar ik mensen op mijn pad ben tegengekomen die mij ook de kans hebben gegeven om verder door te ontwikkelen. Perspectief bieden, mensen een uitweg bieden. Begin bij jezelf, begin klein en kijk wat je kan doen. Het is vechten tegen de bierkaai en toch moet je het doen. Ja, en toch mensen met elkaar in contact brengen. En dan kun je hele mooie resultaten bereiken.